Hoi, mijn naam is Martijn Meijma en in deze video wil ik het met je hebben over het schrijven van je marketingteksten, maar dan op een intuïtieve manier. Want dat kan ook. Weet je, je kan natuurlijk allerlei online cursussen volgen over hoe je goede koppen schrijft en hoe je goede webteksten schrijft. Maar eigenlijk weet je het al. Diep van binnen kun jij je intuïtief afstemmen op die klant, intuïtief afstemmen op jouw product, op jouw dienst. En kun je die klant in zijn hart raken in plaats van in zijn hoofd. Dus daar gaat het over. Als jij marketinguitingen doet, gaat het er niet over dat het gelikt is en dat het DT's. Ja, dat is wel fijn als dat allemaal klopt. Maar het gaat er veel meer over, raak jij die persoon in zijn of haar hart? En als je iemand in zijn hart raakt, dan doen ze zaken met je zonder dat ze soms ook snappen waarom ze dat doen. Dan voelt het gewoon van, ik moet bij die persoon zijn. Maar ja, hoe doe je dat, hè? Nou, dat betekent niet dat je een boek moet gaan lezen over van hoe schrijf ik sterke teksten. Of een marketingcursus gaan doen over de 5 tips om een kop goed te maken. Nee, waar dat over gaat, is dat jij je afstemt. Dus wat je dan kunt doen, is dat je eens gaat zitten en dat je je ogen sluit. En nou, op de website van mij kun je wel een aantal meditaties vinden. Dat je eens in alle rust naar binnen keert. En dat je dan eens verbindt met jouw product. Je verbindt met je dienst, verbindt met je bedrijf. En vandaar eens gaat voelen van, oké, nu wil ik contact maken met die klant. Dus je maakt intuïtief contact met die klant. Je kan je voorstellen dat er gewoon een persoon voor je is. En je vraagt je dan gewoon af, wat wil die persoon weten? Waar zit die persoon mee? Je kunt je ook afvragen van, welke woorden horen daarbij? En het kan zomaar zijn, en bij de een is dat wel makkelijker dan de andere, dat er vanzelf woorden komen al. Of dat er beelden voor je bij je komen, van die beschrijven eigenlijk over wat jij te vertellen hebt aan die klant. Het kan ook zijn dat je een bepaald gevoel bij die klant krijgt, een bepaald gevoel wat die klant heeft of wat die klant over jou zou willen hebben. Nou, dan kun je vragen van welke woorden horen bij dat gevoel. Want dat is een beetje het nadeel natuurlijk van deze wereld, is dat we alles in woorden doen, nou, ook wel beeld. Maar sommige mensen zijn echt gevoelsmensen en dan, ja, dan moet je dat gevoel toch vertalen in een beeld of in een woord. Maar weet ook dat door jij je zo af te stemmen, dat je al een bepaalde energie in die woorden stopt. En dan maakt het eigenlijk niet heel veel uit welke woorden je kiest, maar dan gaat het om de energie die in die woorden zit. En dat voelen mensen. Dan zeggen ze, ja, ik weet niet waarom het was, maar die tekst die sprak me aan. Terwijl anderen zeggen, ja, die tekst die klopt niet, want er stond een DT-fout in. En bovendien heb je niet de resultaten goed benoemd en je hebt ook niet de 5 punten genoemd. Dus laat ook weer los al die cursussen, al die trainingen. En stem je af. Eerst op jezelf, dan op die klant, op je product, op je dienst. En laat dan de woorden komen. En als de woorden niet komen, dan laat je de beelden komen. Als die niet komen, dan laat je de gevoelens komen. En dan geef je woorden aan die gevoelens. En dan ben ik heel benieuwd hoe jouw marketingteksten eruit gaan zien. En wat jouw ervaring is, of dat werkt.